De winnaar van het Groot Dicté der Nederlandse Taal met maar 3 fout is Suzanne Voets. Suzanne Voets! Suzanne Voets, tweedejaars student Nederlands uit Nuenen, heeft het Groot Dicté der Nederlandse Taal gewonnen. Wij wilden daar graag meer van weten. Suzanne, op de eerste plaats van harte proficiat met het winnen van het Groot Dicté der Nederlandse Taal. En waarom wilde jij zo graag meedoen? Nou, het is eigenlijk, die fascinatie voor het dicté is eigenlijk begonnen bij het volgen van de televisieuitzendingen ervan. Tot en met 2016 geloof ik werd het nog uitgezonden op tv. En ik vond het toen al een heel mooie traditie. De hele sfeer die er omheen hangt, in de prachtige Eerste Kamer was het toen nog. En dan zat ik zelf ook altijd mee te schrijven. En ja, niet alleen om de uitdaging zelf, maar ook omdat die dictétekst zo mooi in elkaar zit vaak. Het is door de jaren heen dan door diverse schrijvers geschreven, de dictétekst. En ja, bijvoorbeeld bij Kees van Kooten werd het dan altijd wel heel erg bont. Hij haalde er allerlei onbekende woorden bij die eigenlijk ja, niemand kent. Maar dat maakt het dan ook weer heel erg leuk. En ja, na een tijdje is toen besloten om ermee te stoppen op televisie, helaas. Maar ja, de Taalstaat, het radioprogramma dus, heeft het toen over kunnen nemen, gelukkig. En ja, ook in die tijd bleef ik het een mooie traditie vinden. En naarmate ik zelf ook meer interesse begon te krijgen in de Nederlandse taal, ja, kwam langzaam die wens ook, zou je kunnen zeggen, in me op om ook bij de deelnemers te zitten. Maar hoe kun je je nou plaatsen voor dat dicté? Zijn er dan voorrondes of iets dergelijks? Ja, ja, het aantal deelnemers bestaat meestal uit 40 mensen. 20 daarvan zijn prominenten, dat zijn dan bekende Nederlanders. Soms ook bekende Vlamingen die uitgenodigd worden door de Taalstaat. En die hebben dan zelf ook een bepaalde affiniteit met de taal. En de andere 20 deelnemers, dat zijn dan gewone mensen. En die kunnen zich inderdaad door een voorronde plaatsen. En in dit geval was dat dan in de vorm van een online quiz rond een bepaald spellingonderdeel. Ja, als je die foutloos maakte, kon je inderdaad kans maken op een deelname. En hoe kun je daar nou op voorbereiden op zo'n groot dicté? Ja, dat kan op heel veel manieren natuurlijk. Je kunt echt er vol voor gaan en het hele groene boekje, dat heb ik hier ook liggen, uit je hoofd leren. Maar goed, het is nogal dik, dus daar zou ik niet aan beginnen. Maar hiervoor in is ja, de leidraad ervan eigenlijk, dat heb ik wel zelf als basis genomen om de spellingregels weer wat meer ja, op te halen. En dan met name de regels die je niet vaak meer toepast of hoeft toe te passen. Bijvoorbeeld, nou ja, wanneer je een accent aigu krijgt bij een Frans leenwoord of wat dan ook. En ja, verder denk ik dat het gewoon helpt om veel gelezen te hebben. Ja, in mijn geval dan ook schrijven. Dus gewoon met taal bezig zijn en vertrouwd raken met zoveel mogelijk woorden en constructies. Omdat je dan ook veel gemakkelijker een woord kunt herkennen natuurlijk. Er zijn er veel mensen die zeggen, ach, spelling is niet zo belangrijk. Wat vind jij ervan? Nou ja, ik vind spelling nog steeds wel erg belangrijk. Ik denk dat het ook goed is als we er aandacht aan blijven besteden. Want nou ja, ooit was goed kunnen spellen veel vanzelfsprekender. Het was echt ja, de basis, de structuur van de taal, van waaruit je dan de vrijheid nam om die taal zelf in te zetten. Terwijl nu ja, wordt er juist met die spellingregels zelf heel los omgegaan. Maar dat lijkt me niet echt het juiste uitgangspunt. Omdat je daarmee de, ja, de houvast die je eigenlijk juist wel nodig hebt in zoiets vrijs als de taal, dat je die dan eigenlijk loslaat of verliest. Dus ja, ik vind zelf ook dat je de taal niet echt eer aandoet als je die spelling niet op de juiste manier gebruikt. Nou zei je straks al, er zijn dictées geweest met hele gekke woorden bij Kees van Kooten. Wim Daniels had beloofd dat het een redelijk normaal dicté ja, zou zijn. Klopt, ja. Vond je dat ook zo? Ja, dat vond ik eigenlijk wel relatief gezien dan inderdaad dat er niet woorden als ja, Przewalski paard dan bijvoorbeeld in voorkwamen. Dat is dan een bekende. Maar ja, ik vind echt dat Wim Daniels ja, wel heel mooi alle spellingregels er zo'n beetje in voor heeft laten komen. Of alle, dat kan natuurlijk nooit. Maar wel een heel groot deel van de taal kwam erin voor, kwam daarin samen. En ik vond de tekst ook erg leuk, omdat het natuurlijk actueel was. En ja, wat ik ook mooi vond, was dat hij dan toch weer verwees naar een 19e-eeuwse dichter, namelijk de Genestet. En dat, dat de laatste zin van het dicté ook een regel was uit een van zijn gedichten. Nou, tijdens het dicté, had je toen het idee van het gaat best goed of had je geen flauw idee? Niet echt eigenlijk. Ik dacht vlak erna wel dat ik het vrij goed gemaakt had. Maar ja, je hebt natuurlijk toch altijd, als je bezig bent met het dicté, dan
zie je bepaalde dingen over het hoofd of je begint toch weer te twijfelen. En tekstinterpretatie speelt soms ook nog een rol, maar ja, daar kun je niet echt ook nog op letten tijdens het dicté, omdat het allemaal zo snel gaat. Je had het net over het programma Taalstraat van Frits Spits. En een week voordat het groot dicté was, was jij daar ook in de uitzending om jouw boek te presenteren. Het boek De Toverlantaarn, wat je gemaakt hebt als profielwerkstuk, oorspronkelijk op het Eckhart College. Hoe was het om in die taalstraat aanwezig te zijn? Ja, het was heel mooi. Het was eigenlijk de eerste keer dat ik op de radio kwam. Dus ja, het was wel een soort grote stap ook, zou je kunnen zeggen, ook omdat het live was. Maar ja, het was vooral heel mooi om die literaire boodschap die ik erin heb willen verwerken, om die ook voor het eerst echt te kunnen presenteren inderdaad. Ik wens je nog veel succes met je studie. En met het schrijven van nog meer boeken. Dankjewel.